President Chandrika Prasad Santokhi heeft op 1 januari samen met 60 andere wereldleiders de inauguratie van president Lula da Silva van de Federale Republiek Brazilië bijgewoond. De president, vergezeld van minister Albert Ramdin van Bibes, is ingegaan op een uitnodiging van het zuidelijk buurland voor de inauguratie. Suriname en Brazilië onderhouden een jarenlange en stevige vriendschappelijke band. Brazilië is een van de grootste economieën in de wereld en ondersteunt ons land op vele gebieden. President Santokhi heeft tijdens het bezoek president Lula da Silva uitgenodigd voor een officieel bezoek aan ons land, om onder andere verder invulling te geven aan de strategische relatie met ons buurland. Inmiddels is de presidentiële delegatie terug in Suriname.